Is Ernst al aangeschoven bij de beide dames en loco-burgemeester June Knotts? Ernst, ik zeg veel plezier. Dankjewel, Julian. Je viel er net in. Dat is hartstikke fijn. Ik hoor je. Lintjes regen net hier in de studio. Ik kijk even naar de twee dames die beide een lintje hebben gekregen. Twee jonge meiden. Stel jezelf heel even voor. Wie ben je? Begin even bij jou, bij de jongste. Ik ben Isa, ik ben 13 jaar. Jij bent 13 en Lisa? Isa. Ik heb nog geen geluid. Ik weet niet of het op de stream ook wel zo is. En jij? Ik ben Lily, ik ben 17 jaar. Ja, gefeliciteerd jongens. Een lintje. Hoe is dat om... misschien heel even, waarom hebben jullie een lintje gekregen? Waar gaat dat over? Over vrijwilligerswerk. Over? Voor de mensen die je helpt. Om de mensen die je helpt? Ja. En wie help je? Ja, bij Livio met knutselen. En jij? Waarom heb jij een lintje gekregen? Ik heb een lintje gekregen omdat ik me nu al best wel een tijdje inzet voor jongeren in de jeugdzorg. Maar wat doe je dan precies als je je inzet? Dan moeten we daarbij voorstellen. Eigenlijk heel divers. Zelf woon ik op een woongroep bij de organisatie Yarabe. Dus ja. Daar doe ik voor de jongerenraad redelijk wat. Ja. Maar ook voor het bestuur van het JWB. Dat is juist weer een landelijke organisatie. Dus daar praat je met bijvoorbeeld de kinderombudsvrouw of met andere mensen. European Solidarity Corps. Vooral kijken social media onder jongeren. En hoe je daar... subsidies aan kan uitdelen, zeg maar, om hele mooie projecten in de wijk te doen bijvoorbeeld. Dus ja. Echt heel erg divers. Wauw. Het klinkt als een hele... En daarbij hartstikke... Daar zijn jullie erbij druk mee dan. Dat kost een hoop tijd, kan ik me voorstellen. Kost tijd, maar echt met alle liefde. Hey, wist je nou wat er hier stond te gebeuren? Of zijn we hier, zeg maar, zo stiekem naartoe gelokt? Of was je op de hoogte van wat er zou gaan gebeuren? Was het een verrassing? Ik wist wel dat er wat zou gebeuren, maar niet precies. Wanneer heb je het gehoord? Dat je een lintje kreeg? Dinsdag. Dinsdag pas? Ja. Oké, okay. En wat dacht je toen? Ja, ik vond het wel leuk, maar het had ook weer niet gehoeven. Want ik doe het met plezier. En wat dacht jij? Mijn oud mentor van mijn oude school, die had me eigenlijk opgegeven. En... ik vond het eigenlijk alleen al een heel mooi gebaar. Nou, Vincent en ik kennen elkaar heel lang. En ik vond het eigenlijk gewoon een heel mooi gebaar. Zo van, wauw, wat tof dat je aan mij dacht. En ik had helemaal niet gedacht dat ik er veel meer van zou horen of wat dan ook. Ik had alleen maar zo van, wat tof, wat leuk. Heb je dan een beetje zo'n gevoel van, joh, een lintje voor mij? Het is toch niet zo bijzonder? Er zijn veel meer mensen die belangrijke dingen doen. En ook jonge mensen. Of heb je wel zoiets van, ik vind het eigenlijk ook... misschien heb ik het ook wel een klein beetje verdiend. Mag ik jou dat vragen? Ja, er zijn veel meer mensen die ook wat goeds doen. Maar toch heb jij hem nu om je nek hangen. Ja. Gefeliciteerd, mooi hoor. En jij? Heb jij zoiets van, eigenlijk wel logisch dat ik hem verdien? Of... Nou, met zulke, nee, zo zou ik het absoluut, nee. Ik vind het vooral heel mooi, ook weet je, dat dan de jeugdzorg hier ook daarin eigenlijk, dat de gemeente Enschede daarin aandacht aan schenkt. Ja. En er zijn altijd jongeren die zich supergoed overal voor inzetten. En dat is dat mag ook gezegd worden. Weet je, wij hebben dan vandaag het lintje gekregen. Ja. Maar volgend jaar zijn er weer ontzettend toffe aanmeldingen. En die zullen er ongetwijfeld dit jaar ook geweest zijn. Ja, ja. Dus ik ga heel even naar mijn rechterbuurvrouw, June Knotts, wethouder. Verantwoordelijk voor deze lintjes, kennelijk. Mede, ja. Ik zat in snap de jury. Ik, dat doe je natuurlijk nooit alleen. Maar hoe, we hebben nu twee, laureaten. Kaniers, ja, precies. Zijn dat er altijd twee of zijn het er ook meer? Hoe werkt dat? Nee hoor, dat is aan de jury om te bepalen hoeveel het er zijn. En dat heeft te maken met hoe bijzonder het is wat ze gedaan hebben. Ja. En we hopen natuurlijk ook dat dit een voorbeeld is voor vele anderen om weer nieuwe jongeren voor volgend jaar op te geven. Is dat ook meteen de belangrijkste functie van het lintje? Van, jongens, het is heel belangrijk dat dit soort dingen gebeuren en dat willen we waarderen en doe iets voor anderen, zou ik maar zeggen. Ongeveer. Nou, het belangrijkste is het voorbeeld wat ze geven. Ja. En de waardering voor de inspanning die beide dames hier hebben geleverd. En we hopen natuurlijk ook dat jullie daar heel lang mee doorgaan. Maar ook ter inspiratie voor andere jongeren van
goh, ja, dat kan ook. En er zijn natuurlijk ook heel veel jongeren die wat voor de samenleving doen. Maar niet iedereen wordt opgegeven. Nee, dat is natuurlijk altijd. Daar moet je dan even op wachten. Ik zit net, je hebt je ambtsketen om, hè? Ja, ik ben vandaag loco-burgemeester. Super chic, ja. Dat had ik me niet eens gerealiseerd. Maar bij deze, ik had eigenlijk... We zijn een beetje aan het tutoyeren hier. Dat hoort dan eigenlijk niet meer. Maar hoeveel aanmeldingen zijn er dan zo? Voor zoals dit jaar? Waren er maar 4. Oké, dus dat is... Dat varieert heel erg. Ja, want er zijn natuurlijk veel meer jonge mensen. Tuurlijk. Die iets moois doen. Maar er moet iemand op het idee komen om ze op te geven. Hey, want zo werkt dat, hè? Want er is een soort... Je kunt iemand opgeven. Ja. En dan gaat de jury beslist over... Of er lintjes. Je gaat kijken naar of het bijzonder genoeg is en wat de verdienste voor de samenleving is. Dat soort zaken. Ja, en hoe zit de jury in elkaar? Wat voor mensen zitten erin? Dan pak ik mijn lijstje erbij. Dat is een hele jury dan. Jouw baas, Henk ter Harkel, die zit erin. Dan heb je al een hele goeie. Onze gastheer van vandaag. Ja, dat klopt. Heide Delleman, een maatschappelijk stageverdeler, makelaar, moet ik zeggen. Daniel de Vries van de Student Union zit erin. Dennis Deunmets en Malis Jajan, die zitten allebei raadsleden. In de raad. Ja. En Naomi, denk ik, maar hier staat Noami. Dus dat vind ik een beetje lastig. Bol van het jongerenberaad zit erin. Uh-huh. En Willem-Jaap Zwart, die ken je vast wel van Concordia. De directeur van Concordia. Dat is inderdaad een multidisciplinaire jury, zal ik maar zeggen. Maar er moet ook een goede beslissing genomen worden. Dat is wat ik bedoel. Dus dat zijn niet zomaar mensen die hebben gezegd dat jullie toch echt wel iets bijzonders doen. Ik vraag me even af, misschien, ik weet niet of je die vraag goed kan beantwoorden, maar waarom doe je wat je doet? Er zijn natuurlijk heel veel gasten die gaan naar school, die gamen een beetje en weet ik veel. Maar kennelijk ben je iets aan doen wat lintjeswaardig is, krijg je een lintje voor. Waarom doe je dat? Omdat ik het leuk vind, ik heb er plezier in. Kan je iets als voor mij, ik ben een oude man, wat doof. Kan je iets harder praten? Omdat ik het leuk vind en er plezier in heb. Je vindt het leuk en je hebt er plezier in. Gewoon om iets voor anderen te betekenen, om iets te kunnen doen. Ja. Fantastische reden. En als ik jou dat vraag, waarom doe jij dat? Ik denk eigenlijk vooral... ik heb zelf behoorlijk wat meegemaakt. Ik denk dat je het zo kan stellen. En gewoon dat om het zo comfortabel en zo goed mogelijk voor de jongeren voor elkaar te hebben. Ja. Weet je, dat anderen niet door mijn situatie heen hoeven. En als ze daar al in zitten, dat ze goed geholpen worden. Dat vind ik heel belangrijk. Tof. Dat vind ik echt mooi antwoord. En dat zeg ik een beetje omdat je soms van dingen die lastig zijn in je leven juist iets heel moois kan maken. Weet je, dat vind ik een hele hoopvolle boodschap. En misschien dan toch even naar die hoopvolle boodschap. Hè. Denk even zo, Academy Awards, er worden Oscars uitgereikt en dan krijg je zo'n beeldje. En dan moet je naar voren en dan moet je iets heel verstandigs zeggen tegen de rest van de wereld. Of iets. Wat zou jij tegen je leeftijdsgenoten in Enschede willen zeggen? Je hebt nu een lintje gekregen, wat zou jij willen zeggen tegen ze? Een lastige vraag, hoor. Ja. Ik doe hele lastige vragen soms. Maar heb je iets waarvan je zegt, dat vind ik toch eigenlijk gewoon belangrijk? Dat mensen dat doen of weten. Gewoon doen wat je leuk vindt. Weet. Hoeveel plezier vrijwilligerswerk je geeft. Wat bedoelt u? Dat je veel plezier hebt zelf ook aan het vrijwilligerswerk wat je doet. Ja. Is dat een goed antwoord? Ja. Dankjewel. En als ik jou dat vraag, wat moeten mensen vooral meenemen? Ik snap, je bent nog jong. Uitkomen, nee. Ik denk ook speciaal wel gericht naar natuurlijk de doelgroep waar ik vrijwilligerswerk doe. Bij de jeugdzorg. Maakt niet uit hoe ontzettend donker het er soms uitziet. Of hoe heftig of hoe zwaar het gaat. Ja. Er is altijd toch nog een morgen. En dat klinkt super cliché. Maar iedereen die kan echt iets super tofs van zijn leven maken. En iedereen vindt iets wat ze leuk vinden. En ik hoop gewoon dat iedereen gewoon kan doen waar hij zijn passie heeft liggen. Ja, dankjewel voor de prachtige woorden. En volgend jaar, June, meer mensen die even dit soort kanjers gaan voordragen. Hè, heel graag. Ja, precies. Betekent dit nou wat? Mogen zij nou het stadhuis binnenlopen en jou op je schouder tikken en zeggen, luister eens, wethouder Nots. Dat mag iedereen. Dat mag iedereen. Nou, dat is open uitnodiging. Maar het is vooral een blijk van erkenning. Hè? Er zit verder niet iets anders nog aan vast. Nee. Ja. Dus volgend jaar hopen we op 20 aanmeldingen minstens. Ja. Dank jullie wel, jongens. Applausje. Ja. APPLAUS